Dag meneer Koning, erevoorzitter van het Rode Kruis afdeling Gennep en burgemeester van onze gemeente. De gemeente vindt dat personen die zich maatschappelijk verdienstelijk maken daarvoor erkenning verdienen. Als burgemeester heeft u de eer en de taak deze personen persoonlijk daarvoor te ontmoeten en te feliciteren. Henny Hendricks Heijnen is hier volgens mij niet aanwezig. De tweede is, en dan weet ik niet of die wel aanwezig is, ik hoop het maar, Willem van Duren. Van harte gefeliciteerd. Dat is mooi. Nou, dit is hem. Ik zal hem eerst even laten zien, want meestal is het zo dat als het opgespeld is, dan zie je hem zelf niet meer. Nee, nee. Dat zien we. Ja, maar. Steek spullen ervan, hè. Dames en heren. Dankjewel. Holland, een enorme applaus. Ondertekenen anders, die geef ik nog even mee. Mooi, ja. Even voor de foto's kijken. Want we hebben ook nog Monique van Rooij. Volgens mij, want dat wordt oud. Dit is hem, alsjeblieft. Dankjewel. Hele mooie gesp. En uiteraard ook de orenkonde die erbij moet. Waarin staat dat de medaille voor 10 jaar trouwendienst is geleend aan mevrouw M.C.M. van Rooij. Zo word je ook niet elke dag uitgesproken. Vrijwilliger van de afdeling Gennep met de keurige handtekening van de voorzitter en de directeur. Alsjeblieft. Okay. Even vasthouden voor de foto's. Want ik wil graag naar voren hebben, en ik wil echt even dat ze hier komt, want er komt wat familie binnen, Mariet Hoessen, geboren Hubers. En nou hebben wij in onze gemeente, als het erop aankomt, voor bijzondere mensen zoals u, bij bijzondere omstandigheden en bij bijzondere gelegenheden, ook een bijzondere blijk van waardering. En ik vind het een heel mooi en een hele eer om aan u als tweede persoon in Gennep te mogen uitreiken, de gemeentelijke onderscheiding, we gaan aan. Niet zomaar uit, daar moet je echt iets heel speciaals voor gedaan hebben. Dat heeft u zeker in zoveel jaren lang, op zoveel verschillende manieren. Dat is bijzonder. En voor bijzondere mensen hebben we dit prachtige, mooie, bijzondere beeldje. Dank u wel. Geef hem een mooie plaats. Oh, fantastisch. Er hoort ook een oorkonde bij. Die hebben we alvast ingelijst. Er zitten regendruppels op, dat kan je dan zo hebben. Hier is die. Dit is de oorkonde als blijk van waardering en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten in de gemeentelijke onderscheiding. Is de gemeentelijke onderscheiding Gennep op 30 november 2015 uitgereikt aan mevrouw M.M. Hoessen Hubers. Er staat zelfs de handtekening van de burgemeester onder. En dan is het waar. Ik ga hem even zien. En u bent de tweede die hem krijgt in Gennep. Niet de laatste, want er gaan er best nog wel meer komen. Maar daar zeg ik nog niks over, want die worden net zo verrast als u. In Montreux hebben ze de Roos als onderscheiding. Ze hebben ook de Edison. Maar dat is allemaal niks vergeleken bij de onderscheiding die wij in Gennep hebben, de Genapia. Mariet Hoessen, dit is jou ten dege gevallen. De burgemeester heeft de ding zojuist aan je uitgereikt. Een prachtige onderscheiding. Mooie sculptuur. Hoe is het je overkomen? Ik ben totaal verrast. Ik had niet gedacht dat ik vanavond zo in het zonnetje gezet zou worden. Met dit. Laten we eens zijn. De staat van dienst die opgezond is, die geeft toch wel aan dat je het verdiend hebt. Ja, dat weet ik wel. Maar ik heb vorig jaar, dacht dat het 17 november was, ook afscheid genomen dus van het Rode Kruis. Toen ben ik ook al in het bloemetje gezet en in het zonnetje gezet. En ik had niet verwacht dat ik nu weer. Herinner je nog dat je ingetreden bent als medewerker bij het Rode Kruis? Ik was 15 jaar ben ik begonnen bij het Jeugd Rode Kruis. Dus dat is. Ja, we gaan niet vragen hoe lang dat dan al bij is. Dat, is dus niet te dat hoort niet zo te zijn. Welke ambities heb je nog in die richting? Of is het helemaal afgelopen nou, het Rode Kruis? Ik ben helemaal met het Rode Kruis gestopt, ja. Ja. Welke functies heb je bekleed in die lange tijd, lange reeks van jaren? Ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik heb bij de bloedplasma alles proberen op te bouwen, mee te helpen. Ik heb gecollecteerd. Ik ben een paar keer met de boot mee geweest, met de Henri Dunant. Ik heb de kleding hier gedaan. Ik heb af en toe hier ook nog de zaak gepoetst. Ik heb de collecte gelopen van Mook tot overal. Ik, ik,
Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Een loopbaan van krullenjongen tot president, zeggen ze wel eens. Maar je hebt alle fases gehad. Ja. En altijd met heel veel plezier. Ik heb evenementen gedraaid. Ik heb vluchtelingen uit Kosovo, die Joegoslaven toen opgevangen in Roermond. Ik heb de OAV-taken waargenomen. Dus opvang van als er een ramp gebeurde of weet ik wat. Ook in Mook, maar ook in Gennep. Ik heb verschillende oefeningen gedraaid. Ik ben bij de opening bij de grote oefening geweest van de Roertunnel. Ja, in Roermond. De rampoefening. Als ik dat allemaal zo hoor, dus ja. Is er niemand anders die hem zo verdiend hebt als jij. Ja. En ik feliciteer je van harte mee. En wat je nog waard bent voor, kunt zijn voor het Rode Kruis. Veel succes. Ja, dank u wel.